langdurig ziek. Eerste jaar UWV schakelde in, je krijgt een arbeidsdeskundig onderzoek. Nou, dat bleek inderdaad dat het goed mis was. Na twee jaar krijg je dus het UWV-circus over je heen. Want wat is het doel van die keuring? U bent een tijd lang arbeidsongeschikt en dan dient u de WIA-aanvraag in en dan krijgt u bericht dat u bij een arts moet komen van het UWV, een verzekeringsarts. En die gaat u keuren, niet gericht op hoe kunnen we u beter krijgen. Nee, die gaat u beoordelen gericht op de vaststelling van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Hoe wordt die resterende verdiencapaciteit bepaald? Aan de hand van de loonwaarde van arbeid die passend is, gezien uw medische mogelijkheden of onmogelijkheden. En het passend, dat ziet niet alleen op de medische component, maar ook op allerlei arbeidsdeskundige begrippen. Wat betekent nou pijn als je dat wil vertalen naar mogelijkheden of onmogelijkheden? Hoe objectiveer je geheugenverlies? Dat zijn dus buitengewoon lastige medisch gerelateerde problemen die wel geconcretiseerd en geobjectiveerd moeten worden vastgesteld door zo'n verzekeringsarts. Wil er rekening mee worden gehouden bij de vaststelling van de mate van iemands arbeidsongeschiktheid? En je weet dat je nooit meer aan het werk komt en ja, dan moet je maar daarin gaan berusten en wat anders gaan doen. Zeker in het begin had ik zo weinig energie, dan heb ik een jaar lang niet gewerkt. Maar vervolgens gaan reïntegreren en het weer gaan opbouwen. Nou, het heeft invloed bij mij op mijn werk, dat als ik de hele week heb gewerkt, dat ik het weekend best bij moet komen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld tijdens dat ik een winkel had niet meer deed, was acquisitie. Omdat ik niet wist of ik na het plannen van gesprekken met acquisitie de vervolgstappen ook kon uitvoeren. Ja, nu als ZZP'er kan je dat wat beter invullen, omdat je gewoon beter naar mijn idee kan plannen van ik doe dit wel, doe het niet. Mijn collega's hebben dus heel veel begrip. Als ik zeg dat ik sarcoïdose heb, kijken ze op internet. Dan schrikken ze eigenlijk van, oh jee, werk je nog zoveel uur? Ze vragen naar folders en ja, daardoor is het begrip vanuit de collega's heel groot, wat ik heel fijn vind.